Jasper, goedenavond. Hey, goedenavond. Heel tof dat je er bent, vanuit België. Ja, dank je dat ik mocht komen. Ja, nou, uiteraard. De laatste keer dat jij hier was, dat was in november 2016. We zijn even de archieven ingedoken. Ja. En toen was je hier met een hele hoop bandleden en een hele hoop instrumenten. Maar nu sta je in je eentje in de livebox. Ja. Is daar nog een reden voor? Of? Verschillende redenen. Dacht van... Ik had het hier alleen doen. Dat dacht ik eigenlijk. Oké. Okay. Je hebt net... We zijn hier al geweest met een band, dus een keer iets anders. Ja, nou oké, prima. Je hebt net alleen met de gitaar gespeeld, maar je hebt iets heel interessants bij je, zag ik staan. Ja? Dat is een platenspeler. Klopt. En ik hoorde dat je daar zelf je beats opgezet hebt. Ja. Hoe zit dat precies? Dus ik heb mezelf gesampled en op een plaat gebrand. En dan ga je zo meteen, ga je dan tijdens het spelen gauw die naald erop gooien? Of ik ga daarmee beginnen. De plaat je gaat ermee beginnen. Oké. Ja. Dat is wel echt heel, heel origineel. Ik heb nog nooit iemand zien doen met de platenspeler. Kijk, we zullen zien hoe dat klinkt, hè. Maar hoe krijg je dan je beats op die platenspeler? Want dan moet je iemand hebben die dat erop kan zetten. Of doe je dat zelf? Nee, dat is niet. Dat heet een cutter. Dat is een manier, of eigenlijk een machine die groefjes maakt in de plaat. Er zijn niet heel veel mensen die dat doen, toch, denk ik? Nee, dat klopt. Nee, lange wachtrijen ook. Ja. Je staat komend weekend op Motel Mozaïek. Klopt. Ga je dan ook zo'n uitgeklede show doen? Of sta je met je hele band? Dan kom ik met de hele band. Oké. Okay. Nou, om alvast even een idee te geven van hoe dat klinkt, heb ik even een korte impressie gemaakt van je debuutalbum. Wow. Waarop het dus iets minder uitgekleed is. Maar dit is zeg maar hoe Faces on TV klinkt met de volledige band. Klopt. Dancing after but it adds up to the same thing. It adds up to the same thing again. It adds up to the same thing. It adds up to the same thing. Dat is jouw album Night Funeral in een notendop. Hoe is dat om dat zo op een rijtje te horen? Ik heb natuurlijk nog nooit een album gemaakt. Maar ik kan me voorstellen, als je het dan zo even hoort in 50 seconden, dat je dan denkt, wow, vet. Het is lang geleden dat ik het gehoord heb. Eigenlijk sinds de laatste mixdag. Dus bedankt om mij te herinneren aan hoe goed dat de plaat is. Want wanneer was dat? Ik denk dat ik het uiteindelijk heb afgewerkt ergens in, volgens mij, op Drie Koningen. Wanneer is dat dan? Januari, geloof ik dan? 6 januari, denk ik. Ja, oké, okay, dus het lag al even op de plank. Ja, zo gaat het dan. Ja. Even een goed moment vinden om het echt uit te brengen. Dat is dus vrijdag. Alle instrumenten heb jij op de plaat zelf gespeeld. Hè? De producties heb je allemaal zelf gemaakt. Bijna alle instrumenten heb ik... Ik heb wel samengezet met een drummer en een percussionist. Oké, dat wel, ja. Maar wat heel kenmerkend is aan jouw sound... is die gekke, grappige geluidjes die je overal in hoort. Ah, vind je dat grappig? Ik ben heel benieuwd hoe je dat... Ja, nee, ik vind dat in de positieve zin natuurlijk van het woord. Ik had niets anders gedacht, hoor. Maar hoe maak je dat? Zit je dan echt met keukenapparaten en bosse sleutels in de studio te samplen? Of hoe gaat het? Precies, eigenlijk, ja. Ja? Echte bosse sleutels en allerhande belletjes en potten en pannen. Zijn dat dan geluiden die je dan dagelijks leven hoort... waarvan je denkt, die moet ik gebruiken? Wel, mijn mama kookt heel veel. En vandaar dat ik al die soundjes heb opgepikt uit de keuken eigenlijk. Oh, dus je hebt al haar pannen heb je meegenomen in de studio. Ja, ze was niet zo blij. Nee, dat kan ik me iets voor voorstellen, ja. Wat betreft de teksten... als we dan even kijken naar de eerste drie uitgebrachte teksten... of tracks... Dan klinken die lyrics alsof je een moeilijke tijd achter de rug hebt. En dat suggereert de cover van de plaat ook een beetje... Is dat... Zit ik dan aan het juiste eind? Dat klopt, ja. Ik ben eigenlijk voorbij anderhalf jaar op tour geweest met Warhouse. Als gitarist daar. En op een of andere manier vervreemd je dan een beetje van de wereld. En van de mensen rondom je. Daarover gaat de plaat eigenlijk een beetje ook. Best wel heftig. Ja. Is het dan ook moeilijk om die tracks dan weer live te spelen? Op een of andere manier kan ik er nu wel zo afstand van nemen of zo. Allee, het blijft wel... Je leeft die wel in of zo, in die nummers. Ja. Maar op een of andere manier is het ook zo'n soort van verwerkingsding of zo. Dus nee, dat wel.
En de andere persoon, of de andere personen in dit verhaal, hoe kijken die daarnaar? Weten die dat die liedjes over hen of over... Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat die dat weten. Ja. Je zult een keer moeten vragen. Ja. Wat ze ervan denken. Ik ga het niet doen. Nee, ik kan me niet zo voorstellen. Hey, ik wil nog even met je hebben over de top 100 van 20 jaar 3 voor 12. Voordat je zo meteen weer de livebox induikt. Want die gaan wij samenstellen. 1, 2 en 3 mei gaan we die uitzenden. En ja, iedere luisteraar die kan gewoon uit 700 tracks zijn 10 favorieten kiezen. Mm-hmm. Ik ben van jou heel nieuwsgierig naar 1 favoriet. Als je moet kiezen uit 20 jaar 3 voor 12. Wat is nou een track die echt hoog moet eindigen in die top 100 wat jou betreft? Atlas van Battles. Dat zou ik heel graag ergens bovenaan zien. Ik heb daar even een fragmentje van gepakt, want dit wist ik stiekem natuurlijk al van jou. Ik heb je van tevoren even geïnformeerd. Voor de mensen die het niet kennen, dit is die track. Gekozen? Wel, ik denk dat ik hem live heb gezien de eerste keer dat zij op Pukkelpop speelde. En ik denk dat dat ook mijn eerste keer was op Pukkelpop. En ik ben zo hard weggeblazen door dat optreden. Ja, ik was echt, ik kon geen pop meer zeggen. Dat was enkel door de muziek, hè? Ja. Dat was enkel door de muziek. Voor alle duidelijkheid. En sindsdien blijft dat nog altijd. Staat dat volgens mij altijd in de top 5 optredens ever dat ik gezien heb. Dat is een hele mooie herinnering natuurlijk aan je allereerste Pukkelpop. Ja, inderdaad. Nou, je stem staat genoteerd.